Wat hoorden we voor het eerst knetterhard uit het Helau op 14 september 2015? Dit is de Universiteit van Nederland. Dankjewel, dankjewel. Waar waren jullie? Het is al even geleden hoor, maar waar waren jullie op um, 14 september in 2015? Het is echt wel een bijzonder moment, die 14 september. Want dat was het moment waarvoor voor het eerst een uh, zwaartekrachtsgolf door het universum is gegaan. Dat zwaartekrasgolf heeft de aarde geraakt, is door de aarde heen geraakt, gegaan. Het heeft de aarde een klein beetje doen trillen, een klein beetje doen wobbelen. U, ik, allemaal uh, zijn wat uh, in beweging gezet. En die uh, uh, zwaartekrasgolf is vervolgens verder gegaan in het universum om nooit meer opnieuw te kunnen waargenomen te worden. En kun je dan zeggen dat meteen de volgende dag dat wereldnieuws was? Nee, dat was strikt geheim. Het heeft nog vijf maanden geduurd, omdat we zeker wilden weten dat het ook daadwerkelijk een zwaartekrachtsgolf was. En dat het niet een een of andere, een andere trilling was die werd waargenomen door die supergevoelige apparatuur, waar ik straks wat meer over zal vertellen. En het duurde tot 11 februari 2016, voordat wereldkundig werd gemaakt, dat die zwaartekrachtsgolven inderdaad waren waargenomen. Toen was het moment waarop we zeker wisten, dit kan niks anders zijn dan die mysterieuze zwaartekrachtsgolven. Ik ben natuurkundige en uh, ik vind het fantastisch om te leren hoe dingen in elkaar zitten. En ik vind het fantastisch om te leren over hoe ons universum in elkaar steekt. En met deze zwaartekrachtsgolf hebben we eigenlijk een heel nieuwe manier om te kijken naar het universum. Om te kijken, of te, misschien ook wel beter zeggen, om te luisteren naar het universum. Hoe het universum in elkaar steekt. En uh, uh, het is alsof je een nieuw zintuig hebt gekregen door het meten van die zwaartekrachtsgolven. En dat wil ik met jullie uh, nu tijdens dit college gaan we ze vertellen, dat verhaal van die zwaartekrachtgolven. Uh, dan moet ik eigenlijk even terug naar de 17e eeuw. En dat, uh, daarom heb ik deze appel meegenomen. Want het verhaal gaat over zwaartekracht. En zwaartekracht werd geïntroduceerd door uh, Newton in de 17e eeuw. En uh, hij introduceerde zwaartekracht. En dat heeft goed gewerkt. Maar toch op een gegeven moment... Um, um, uh, heeft Einstein in 1915 een nieuwe theorie van zwaartekracht uh, gepostuleerd, zijn algemene relativiteitstheorie. En die theorie zegt dat zwaartekracht wordt uh, teweeggebracht door uh, de kromming van de ruimte. Ruimte wordt gekromd en, uh, en uh, hoe, hoe komt dat? Dat komt door massa, bijvoorbeeld de zon. Hier zie je. Een animatie van de Zon. En die kromt de ruimte, en daaromheen gaan planeten. En die planeten die cirkelen daaromheen. En die planeten willen eigenlijk gewoon rechtuit gaan, maar omdat de ruimte zelf gekromd is, gaan ze in cirkels. En zo beweegt bijvoorbeeld de Aarde één keer per jaar om de Zon heen. En dan kun je je afvragen: als je nou ruimte kunt krommen, kun je ruimte dan ook rimpelen? Nou. Uh, dat zou best kunnen, dat is ook voorspeld door Einstein 1916. Uh, dat is als je dan die massa's kunt uh, bewegen. Dus hoe kun je nou die massa's bewegen? En daar uh, wil ik het volgende over vertellen. Dan ga ik uh, naar de zogenaamde zwarte gaten. Uh, zwarte gaten zijn extreme vormen van materie. Ik heb hier twee voorbeelden. Dit zijn geen zwarte gaten, want die zouden veel zwaarder zijn. Je moet je voorstellen: als je de materie van de hele aarde zou kunnen samenvoegen tot een grootte van 9 mm. Dus de hele massa van de materie in zo'n knikketje. Dan is de zwaartekracht, de kromming van de ruimte om die knikken zo groot dat het licht zelfs licht niet meer kan ontsnappen. Daarom wordt het een zwart gat genoemd. Maar stel je nou eens voor dat je een configuratie hebt waarin je twee van die extreem zware zwarte gaten hebt. Laten we zeggen twee keer de zonnemassa ongeveer. En dat betekent ongeveer drie kilometer zwart gat met een drie kilometer zwart gat. En die, die bewegen vlak om elkaar heen. Dat is zo'n heftige beweging dat je dan echt rimpelingen kunt krijgen. En die rimpelingen die kunnen vervolgens zich voortplanten door de ruimte. Het is alsof je een, een golfbeweging maakt en die golf die breidt zich uit door de ruimte. En dat is uh, wat een zwaartekrachtsgolf uiteindelijk is. Nou, die zwaartekrachtsgolven zijn wel verschrikkelijk klein. Dus ze rimpelen de ruimte wel een beetje, maar echt heel weinig. Je moet je voorstellen: die rimpeling van de ruimte kun je vergelijken, uh, de sterkte daarvan, met het IJsselmeer. We kennen allemaal het IJsselmeer. Oppervlakte van ongeveer 1200 vierkante kilometer. En uh, dat meer, dat heeft een bepaalde hoogte. Als je nou. In dat meer een druppeltje water toevoegt, één druppeltje water. En je voegt het toe in het meer, dan gaat de hoogte van het meer iets omhoog. En het hoogteverschil van het ene druppeltje water is ongeveer uh, 50.000 keer zo groot als de rimpeling van de zwaartekasgolven die wij hebben waargenomen met onze experimenten. Kun je nagaan. Dit is echt, uh, dit is echt uh, verschrikkelijk klein. Uh, hoe doen we dat? Dat doen we door wat we noemen interferometers. Interferometers zijn apparaten die uh, met licht spelen, en dat wil ik hier even uitleggen aan u. En er zijn uh, grote interferometers in Amerika en ook uh, binnenkort in Europa, die werkzaam zijn om die zwaartekrachtgolf te meten. LIGO heette die in Amerika, en VIRGO heette ze in uh, Nederland. Laat ik het hier even uitleggen. Dit is een... Um, een, een een kleine opstelling, dus uh, uh, dit is geen 4 km tunnel bij 4 km tunnel, maar dit is een klein stukje van uh, 10 bij 10 centimeter. En uh, even kijken, staat hij aan? Ja, hij staat aan. Dit is een laser, uh, daar komt een laserbundel uit. Dat laserbundel valt hier op een uh, spiegeltje. Dat is een half doorlatende spiegel. Dat wil zeggen, de helft van het licht gaat gewoon recht door. Dat valt dan op het einde op een hele spiegel, dat wordt teruggekaatst en uiteindelijk komt het dan hier op het scherm terecht. De andere helft van het licht, wat door het uh, halve de het spiegeltje gaat, pakt de weg hier uh, loodrecht op, valt dan hier op een loodrechtpad op een spiegeltje en uiteindelijk interfereert het met het licht van het andere pad. En dat geeft een interferentiepatroon dat je zichtbaar kunt maken hier op dit uh, plaatje. Hier het licht gaat eventjes wat uh, gedimd worden en u kunt het patroon van licht en donker daar zien. Nou, wat is nou het unieke van zo'n interferometer? Het unieke is dat als ik ook maar een kleine trilling maak, bijvoorbeeld van een zwaartekrachtsgolf, die daarmee het ene pad een klein beetje vergroot ten opzichte van het andere pad of verkleint, dat daarmee het interferentiepatroon verandert. En dat werkt echt heel subtiel. Als ik hier alleen maar mijn vinger op leg, ik weet niet of u dat kunt zien voor de mensen, dan ziet u het interferentiepatroon onmiddellijk veranderen. En. Ik heb hier een balletje aangehangen en dat wil zeggen dat balletje dat beweegt heen en weer, dat vervormt een klein beetje deze testopstelling en die vervorming die is natuurlijk heel miniem, dat kunnen we met het blote oog helemaal niet waarnemen, maar die vervorming die is uh, goed zichtbaar op uh, deze uh, uiteindelijke display van het interferentiepatroon. Nou, dit ding in het groot van 4 km bij 4 km is dus in staat om die uiterst subtiele... Um, um, Zwaartekrachtsgolven daadwerkelijk te meten. Nou, wat zijn er? Er zijn een aantal van die interferometers. En ja, wat gebeurde er op die 14 september uh, 2015? was echt wel spectaculair, want eigenlijk was die interferometer net twee dagen klaar. En uh, hij stond net twee dagen aan. En verdorie, meteen kwam er zo'n zwaartekrachtsgolf langs schieten. En niet zomaar één, echt een knetterharde zwaartekrasgolf. Wat we hebben gezien is dat we uh, twee zwarte gaten om elkaar heen zijn gaan draaien. Dat deden ze trouwens al miljoenen jaren, maar dit was het laatste moment waarop ze vlak langs elkaar razen met de halve lichtsnelheid. En ze draaiden door, ze draaiden door, totdat ze uiteindelijk tegen elkaar aanbotsten. En uh, het werd één zwart gat en dat zwarte gat dat wobbelde nog even na en dat is wat we hebben gedetecteerd. En door nou heel nauwkeurig naar dit soort metingen te kijken, hebben we kunnen achterhalen dat het ene zwarte gat bestaat uit de massa van 36 keer die van de zon, en de andere bestaat met een massa van 29 keer die van de zon. En dan kun je zeggen dat als je die twee zwarte gaten bij elkaar voegt, kom je in totaal uit bij een zwart gat van een, van een massa van 65 keer de zon. Maar dat is niet wat gemeten is. Wat gemeten is, is een zwart gat met 62 keer de zonmassa. Dat betekent dat er drie zonnemassa's waren verdwenen. Die, die massa was uitgestraald in de vorm van pure energie in zwaartekrachtsgolven energie. Dat wil zeggen, er waren drie zonnemassa's zoek geraakt bij, bij elkaar botsen van die twee zwarte gaten. En die drie zonnemassa's zijn uitgezonden in zwaartekrachtsenergie. Dus het is het meest heftige gebeurtenis ooit waargenomen door, de, door mensen. Um, uh, u moet zich voorstellen, uh, het vermogen wat op dat moment werd uitgestraald, uitgeslingerd door het universum, is ongeveer vijftig keer zoveel als het hele vermogen uh, uit elektromagnetische straling van het totale universum bij elkaar. Uh, dit is het meest heftige gebeurtenis ooit uh, waargenomen. En het fascinerende is dat op het moment dat die zwarte, kras, of die zwarte gaten om elkaar heen draaiden. Dat ze draaiden met een verschrikkelijke snelheid om elkaar heen. Deze dingen waren ongeveer 200 kilometer groot op dat moment. Um, met meer dan de helft van de lichtsnelheid slingen ze om elkaar heen. En die golfpatroon, wat je, uh, waar ik het over had, dat kun je ook hoorbaar maken. Daar kun je kunt gewoon een microfoontje op aansluiten. En het is wel leuk om dat even te luisteren. En hier zie je, dit is een daadwerkelijke meting, 14 september. En u hoort die woep, woep, hoort u dat? Het omhoog gaan van die frequentie. Whoop, whoop. Dat omhoog gaan van die frequentie is omdat die zwaartekrachtgolven uh, uh, uitgezonden werden op het moment dat die uh, zwarte gaten sneller en sneller om elkaar heen draaiden. En dit is dus, uh, u hoorde het een paar keer, die meting zoals die is uh, waargenomen. We kunnen dus luisteren naar het universum. Sommige mensen zeggen wel heel poëtisch. Dit is de symfonie van Einstein, die we hier horen. Ja, het is de symfonie van Einstein, maar we hebben eigenlijk pas één nootje gehoord. En uh, we willen natuurlijk een heel orkest uh, horen. We, met dat nieuwe zintuig uh, in het uh, heelal willen we graag veel meer noten horen. En daarvoor hebben we eigenlijk nog veel grotere en me meer gevoelige apparatuur nodig. En dat is onze toekomstmuziek, uh, muziek. Um, we zijn bezig met projecten om uh, een interferometer te installeren in de ruimte. En dan worden de armen een lengte van uh, typisch, uh, um, wat is het ongeveer, uh, 5 miljoen kilometer. Uh, waar, in de ruimte, met de verschillende stations die met elkaar meebewegen, waarin we eigenlijk de rimpelingen in de ruimte kunnen observeren. Dat is een uh, project dat uh, wordt gelanceerd ergens voorbij 2030, en uh, daar uh, doet Nederland uh, heel hard aan mee. Er is een ander project, uh, waarin Nederland ook wellicht een belangrijke rol kan spelen, dat heet de Einstein-telescoop. Dat is een, een nieuwe interferometer die wij uh, uh, van plan zijn om in de ondergrond te plaatsen, zodat we zo min mogelijke afleiding hebben van uh, trillingen. Die de metingen kunnen verstoren. En die Einstein-telescoop zou wel eens uh, in Zuid-Limburg terecht kunnen komen. Dat weten we niet. daar zijn we naar. Uh, op zoek. Maar dat doet er niet toe. Wij willen graag uh, uh, met deze instrumentarium op een nieuwe manier naar het universum luisteren. Misschien ontdekken we dat Einstein toch niet helemaal gelijk had en dat we zijn theorie een klein beetje moeten aanpassen. Misschien ontdekken we hele andere fenomenen als om elkaar heen draaiende zwarte gaten: neutronsterren, wormholes, ik weet niet wat allemaal. Het is een heel nieuw zintuig en daarmee kunnen we op een heel nieuwe manier het universum bestuderen. En dat is mijn fascinatie. Dus wat hoorden we voor het eerst knethard uit het heelal op 14 september 2015? Nou, mijn antwoord is: dat waren die zwaartekrachtsgolven. En met die zwaartekrachtsgolven kunnen we luisteren naar het universum en daarmee op een heel nieuwe manier het universum beluisteren.